Ja, Ralf Zoontjes. Twee doelpunten tegen Almere City. Je staat zesde in de Jupiler League. Kan niet op. Nee, het is lekker begin van de Jupiler League. Ook mijn goal spark ik mee, dus ook wel lekker. Tegen Roda hadden we pech, anders stonden we nog hoger. Dus we hebben de goede lijn te pakken. En nu hebben we volgende weekend vrij. Maar we moeten gewoon scherp trainen en elkaar weer scherp houden voor de ST Graafschap. Ja, wat 9 uit 5. Toe maar. Ja, dat is niet onaardig. En het hadden er eigenlijk 12 kunnen zijn. Tegen Roda had je niet hoeven te verliezen. Ja, en Ajax is jammer dat je dan tegen zo'n team speelt en die dan nog extra gemotiveerd zijn. Maar Ajax eerste wedstrijd van het seizoen met veel internationals. Ja, precies. Dus dat is jammer. Maar we doen het goed. We hebben de stijgende lijn te pakken en dat moeten we vast zien te houden. Zou je deze wedstrijd, deze 3-1 overwinning op Almere City willen omschrijven? Nou ja, de eerste helft was wel vrij moeizaam. We komen eigenlijk gelukkig met 1-0 voor. Ja, ik hoor veel gejuich in jullie kleedkamer. Dat mis je nu even. Ja, jammer. Dat mis, maar maakt niet uit. Kevin schiet hem goed binnen. En, Essen. Ja, Kevin van Essen. En net voor de rust krijgen ze rood. En dat is prettig dat je dan de tweede helft snel de 2-0 scoort. En dan breekt er wel iets bij de jongens. En dan scoor je 3-0. Ja, en dan is het zonde dat je dan zo nonchalant bij zo'n vrije trap staat te verdedigen met z'n allen. En dan nog de 3-1 tegen krijgen, want dat is echt heel onnodig. Ja, Bolderwijn kreeg rood vlak voor rust. Zag jij precies wat daar gebeurde? Want ik geloof dat 90% van de toeschouwers het niet hebben gezien. Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het echt niet gezien. En ik heb wel gehoord dat hij een klein tikje tegen zijn schenen gaf. Dus ja, het is wel natrappen, maar het is wel redelijk overdreven natuurlijk. Beslissende moment mis je wel in de wedstrijd? Of is dat toch die 2-0 voor jou? Nou ja, het zijn allebei wel beslissende momenten, denk ik. Die rode kaart komt tegen 10 man. Maar ja, tegen 10 man zie je vaak dat veel ploegen het moeilijk krijgen. Dus die 2-0 is wel lekker dat je een marge hebt van een doelpunt die op het laatste moment nog tegen zou kunnen krijgen. Stel dat je 1-0 houdt en ja, die laatste vrije trap gaat erin, dan staat het 1-1. Dus het zijn allebei wel punten die de wedstrijd zien kantelen. Ja, zijn we 3 punten achter de koploper. Het is Volendam trouwens, wonnen we 5-0 van Sparta. Zo, dat heb ik nog niet gezien, maar dat is niet best. Dat is wel best voor ons dat we 3 punten erachter staan, dus alles is mogelijk.